Hi, leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe video op mijn kanaal. In deze video ga ik je mijn favoriete producten van juli laten zien. Het mandje zit best wel vol, dus ik ga gewoon jullie laten zien welke producten ik dus heel erg fijn vond en ook zeker kan aanraden. Dus mocht je benieuwd zijn naar mijn favoriete producten van juli, zou ik gewoon even zeggen, kijk gezellig mee met deze video. Ik ga beginnen met een mascara en dit is de Lash Like a Boss Instant Volume and Length Mascara. En deze is van Essence. Mooie roze glimmende verpakking. Dat vind ik zelf al echt een eyecatcher om te zien. Het is dus een mascara die volume en lengte belooft en dus op te bouwen is. Hij heeft een heel fijn vezelborsteltje die een beetje schuin afloopt. Waardoor hij eigenlijk elk wimpertje individueel goed kan raken. Heel fijn, echt een heel fijn borsteltje. En ik zag ook echt verschil. Ik zag echt dat mijn wimpers wat voller werden, ook wel wat lengte kregen. Heeft een diep zwarte textuur, dus ze worden ook direct goed zwart, wat ik zelf altijd heel fijn vind. En ik was eigenlijk wel heel erg enthousiast. Ik moet zeggen, ik heb denk ik niet het resultaat behaald als wat er op internet stond. Omdat ik toch vaak naar twee laagjes wel zoiets heb. Ik vind het wel goed, omdat ik anders het gevoel heb dat ik een hele plakkaat mascara op mijn wimpers heb. Maar je kunt het resultaat dus wel echt behalen door meerdere laagjes aan te brengen. Omdat die dus op te bouwen is. Dus deze mascara vond ik zeker heel erg fijn. Dan heb ik van Fab Factory een oogschaduwpalet. En dit is uit de Elegant Beauty. En dat is deze met een leuk panterprintje als je het zo bekijkt. Hij zat overigens in deze verpakking. Misschien nog even handig om te laten zien. Het is een paletje die vegan is. Er zitten 9 kleurtjes in. En hij komt dus bij de Action vandaan. Ik vind de voorkant gewoon al heel mooi. Ik heb al vaker van dit soort paletjes uitgetest. En ik was over het algemeen best wel enthousiast. Je krijgt altijd een dubbelzijdige sponsapplicator erbij. Ik gebruik deze zelf nooit. Want ik vind dat gewoon niet de fijnste sponsjes die er zijn. Of kwastjes moet ik eigenlijk zeggen. Er zit een spiegeltje aan de binnenkant. En dit zijn dan de kleuren. Zijn het de uniekste kleuren die erin zit? Dat denk ik niet. Het zijn kleuren waar je van moet houden, denk ik. Ik ga eventjes de kleuren swatchen. Dit is de pigmentatie. Een palette wat ook weer goed op te bouwen is qua kleuren. Ook wel goed te blenden is. Er zitten matte en shimmy kleuren in. En ja, dat moet altijd een beetje je ding zijn. Want daardoor kan het lastig zijn om een look te maken. Omdat het vaak niet zo mooi is om shimmy kleuren in de arcadeboog bijvoorbeeld aan te brengen. Ik heb er zelf niet zo heel veel moeite mee. Maar sommige mensen zijn er echt heel fel tegen. Maar het pigment was heel goed. Hij is wel licht poederig, maar ja, ik vond het wel een heel erg mooi paletje. 9 kleurtjes die ook mooi bij elkaar passen. Dus ik vond het een heel erg fijn paletje in ieder geval. Dan heb ik een aantal producten van Catrice waar ik niet al te lang bij stil ga staan. Want deze komen uit de limited edition. Hier heb ik een video van opgenomen. En de link van de video zal ik even in de beschrijving neerzetten. Mocht je die video gemist hebben en ons nog willen bekijken. Inmiddels is deze trendeditie ook alweer uit de schappen verdwenen. Want er ligt alweer een nieuwe. Maar ik heb nog wel gezien dat ze in de salebakken wat producten hebben gestopt. Die dus nu voor de helft van de prijs verkocht worden. Ik heb hier allereerst... Oh, die is ook heel erg lekker vies. Een liquid blush. Dat is deze. In een... mooie verpakking. Het is dus een blush die liquid is, dus ook wel op te bouwen is. Ik heb een heel klein beetje van de swatch aangebracht, want hij is heel intens. Dit is de pigmentatie. Gaat hij het scherp stellen? Kom op. Hij stelt hem scherp. Hele mooie pigmentatie, ook wel makkelijk te blenden. Al moet je er wel een beetje hard op drukken en wat langer blenden voordat hij echt heel mooi natuurlijk erop zit. Maar hij is best wel intens. Maar ik vond hem wel heel mooi en dat is deze. En deze heeft de naam C01 Rare Adventure gekregen. Ik ga gelijk even de bovenkant schoonmaken, want dat is me echt een doorn in het oog. Want er zit hier dus allemaal... blush op. Kijk, dat ziet er gelijk weer wat frisser uit. Dus dat is dus deze.
Dan heb ik het bronzer en highlight palet. En dat is deze. Deze heeft de naam C01 Wildside gekregen. En deze heeft dus een bronzer en highlighter erin zitten. Ik probeer hem heel even open te maken. Heeft een spiegel aan de binnenkant en het is een vrij groot palette. Toen ik de video had opgenomen was ik best wel een beetje verbaasd, want de highlighter is heel intens. Kijk, die is heel erg geel en sommigen van jullie zeiden ook al, dat zou niet zo mijn ding zijn. Begrijp ik volkomen, want hij is heel intens. En in eerste instantie schrok ik er ook van, maar hij was heel goed uit te blenden. En toen vond ik hem wel mooi, maar het is dus een warme tint die bij je moet passen. Maar ik vond het uiteindelijk wel een heel fijn palette met goede pigmentatie. Het oogschaduwpalette, dat was echt wel het pronkstuk uit de collectie door de verpakking. Heeft de naam C01 Live in Paradise gekregen. En die heeft dus een hele mooie buitenkant. Ook deze heeft aan de binnenkant een grote spiegel zitten. En dit zijn dan de kleuren. Hele mooie kleuren, maar de kleuren moeten ook weer bij je passen. Want het zijn best wel vrij gewaagde tinten. Maar de pigmentatie is eigenlijk wel heel goed, zoals je kan zien. Hij heeft echt moeite met scherpstellen, jongens. Een goede pigmentatie, mooie paletten waar wel leuke ooglooks mee gemaakt kunnen worden. Maar nogmaals, het moet echt je ding zijn. Want ik kan me voorstellen dat mensen denken, oké, ik skip dit, want hij is best wel intens. Maar ik vond hem zelf wel heel erg mooi. En de laatste producten uit die collectie, dat zijn de 3 lipstickpennen. Die hebben dit uiterlijk gekregen wat er mooi uitziet. Ze hebben de namen C02 Pearly Savage. Het is deze. Dan hebben we de C01 Into the Wild. Dat is de rode. En we hebben een Bordeaux kleur. En dat is de C03 You Know Dessert. Het zijn mooie pennen die eigenlijk best wel goed gepigmenteerd zijn. Ze zien er zo uit. Ze blijven niet super lang zitten, want ze zijn dus wel shimmer en daardoor verlies je hem wel. Dus aanbrengen was wel echt een pre, of in ieder geval als je hem mee zou nemen, dat je hem in ieder geval ook blijft aanbrengen. Want hij is best wel, het vervaagt wel heel snel, maar ik vond het wel hele mooie, fijne producten, omdat ze voor mijn gevoel mijn lippen ook wat verzorgden. Ik heb ze eventjes nog geswatcht. En die zien er dan zo uit. 1, 2 en 3. De swatch is niet helemaal lekker gelukt. Maar dat waren in ieder geval de 3 lipstickpennen. En daar was ik zelf wel heel enthousiast over. Het volgende product wat ik heb is de Wet Look Lip Kit van Primark. Van het merk PS. Dit is een heel leuk setje. Die er heel leuk al uitziet. Ook gewoon een cadeau te geven met die rode binnenkant erin. En dit is een setje voor de lippen. Waarin je dus een soort wet look kunt creëren. Je krijgt allereerst een lipgloss crayonpen. Die ziet er zo uit. Je kunt hem ook omhoog draaien aan de onderkant. Kijk. Maar die ziet er dus zo uit. En het leuke daarvan is dat je deze over elkaar heen kunt dragen. Waardoor je dus een wet look kunt creëren. Want naast deze krijg je dus ook een liquid gloss. En dat is deze. En dat is verder eigenlijk een basisgloss. Die ziet er zo uit. Ik zal hem er even naast swatchen. Die ziet er dan zo uit. Dus daar zie je niet zo heel veel van. Maar als je hem dan aanbrengt over de crayon, zeg maar, krijg je een hele mooie soort wet look op de lippen. Het ziet er echt heel erg mooi uit, moet ik zeggen. Je kunt de producten ook wel los gebruiken, maar van die gloss zie je dan niet zo heel veel. Dus het is wel echt de bedoeling dat je ze samen gebruikt, maar dan krijg je dus een hele mooie wet look van op de lippen. Ik vond het zelf een heel mooi setje. Ik heb deze gekocht in de sale, want ik heb er echt nog maar heel weinig toen voor betaald. Maar gewoon ook hele leuke setjes om cadeau te geven. Ze hadden op dat moment alleen in het rood. Als ze meer kleuren hadden gehad, had ik die misschien ook wel meegenomen. Ik heb zelfs gezien dat sommige mensen hem ook in een bruine kleur hadden. Maar het is gewoon een heel leuk setje met 2 hele leuke lipproducten die er gewoon echt heel erg leuk uitzien. Ik weet niet of Primark ze nog heeft, omdat ze dus in de sale waren. Maar ja, echt een heel erg leuk lipkitje ook van de Primark.
Dan heb ik van Essence de Hello Good Stuff Skin Clearing Serum. En deze is gemaakt voor 97% uit natuurlijke ingrediënten. En hier zit kiwi en aha in. Het is gewoon een serum die je lekker kunt aanbrengen op je gezicht en lekker kunt laten intrekken. Heeft een hele aangename geur. Werkt eigenlijk door middel van een pipetje. Ik zal hem eventjes een beetje aanbrengen, zodat je kan zien hoe hij eruit ziet. Het serum smeert gewoon heel fijn in en verzorgde ook echt mijn gezicht wel. Het is een serum wat ook geen pijn doet op mijn gezicht. Want mijn huid is momenteel best wel gevoelig en droog. Ik kan niet alles meer gebruiken wat ik eerder dus wel kon. Maar het is echt een heel fijn serum. Die gewoon lekker verzorgend is en lekker intrekt. En ook een goede basis is voor onder je make-up. Maar ook al gebruik je geen make-up, is het gewoon nog steeds een heel fijn serum om toe te voegen aan je routine van verzorgingsproducten. Dus echt heel fijn, want die is heel verzorgend. Dan heb ik twee blusjes van Catrice. Dit zijn de Air Blushes. En ik heb hem in de matte variant. Dat is deze. Deze heeft de naam 120 Berry Breeze gekregen. En ik heb ook een Glow variant. En dat is deze. Die heeft de naam 020 Cloud Wijn gekregen. Het zijn hele mooie blusjes. Die gewoon eigenlijk heel erg goed in werk doen. Ze hebben ook een heel erg leuk patroon. Ik ga ze gelijk ook eventjes aanbrengen voor de swatch. Dan hebben we hier de matte variant. Die heeft hetzelfde patroon, maar heeft dus niet zoveel kleuren als de glowy variant. Dan heb ik ze hier geswatcht. Maar ik moet heel eerlijk zeggen, dit is de glow variant. En dit is de matte variant. En ik zie niet zo heel veel verschil tussen de glanzende en de matte variant. Ik vind ze allebei eigenlijk vrij mat. Dus daarin zie ik niet heel veel verschil. Dus in dat opzicht zou ik de glow niet voor de glow niet aanraden. Maar wel omdat het een hele mooie kleur gaf op mijn gezicht. Omdat ze gewoon goed gepigmenteerd zijn en ze zien er heel mooi uit. Dus daarom kan ik ze wel aanraden. Maar als je echt op zoek bent naar die glow, dan zou ik hem wel skippen. Want die glow die zag ik dus gewoon echt niet. Maar ja, ik vond ze wel gewoon heel mooi qua pigmentatie en kleuren. Dan heb ik hier het Hydrating Lotion van de Beauty Depth. En deze is van Rosewater. Dit is zo'n collectie die verkoopt de Action. En ik vind het hele fijne producten. Ik heb er nu een aantal producten van geprobeerd en ik vind ze heel fijn. Komt in een heel schattig flesje, ook roze van kleur. Staat ook gewoon al super leuk in je badkamer als je dit bij je beauty routine doet. Lotion is dus hydraterend en er zit damask rooswater in. Hij hydrateert niet alleen, maar hij verzorgt ook. En dat vond ik zelf heel fijn. Hij ziet er zo uit qua opening, zeg maar. Ik zal een heel klein beetje aanbrengen. Want het is echt gewoon een witte substantie, zoals je kunt zien. Die je gewoon lekker kunt inmasseren. En hij heeft echt een hele aangename geur. Echt een hele fijne lotion. Vooral ook als je best wel een gevoelige huid hebt, is die heel geschikt. Althans, bij mij ging dat heel goed. Maar een hele fijne lotion die gewoon eigenlijk je huid net weer eventjes meer een boost geeft. En wat gewoon heel erg prettig aanvoelt. Ik kan nog even kijken. Er staat niet op of deze vegan is voor de mensen die dat belangrijk vinden. Maar ja, het is echt een hele fijne lotion. Echt die producten van de rooswaterlijn zijn echt een aanrader. Zeker het proberen waard als je het mij vraagt. Ik was hier heel enthousiast over. Dan heb ik de Make Me Glow Baked Highlighter van Essence. En dat is deze. Deze heeft de naam 10 It's Glow Time gekregen. Het is dus een hele mooie highlighter die dus een bolling heeft. Omdat die dus baked is, zoals ik al zei. Een hele mooie highlighter. De toon moet wel bij je passen. Want hij heeft een wat warmere toon. Ik kan niet eens heel goed laten zien door al die zwartjes hoe het eruit ziet inmiddels. Ik ga het eventjes hier op proberen. Ik hoop dat jullie het goed kunnen zien, maar dit is hem. Het is dus een warme toon, wat dus bij je moet passen. Ik vind dat in de zomer vaak wel mooi. In de winter kies ik liever voor een wat koelere ondertoon. Maar in de zomer vind ik de warmere tinten juist wel wat mooier. Mooie highlighter die goed te blenden is, ook goed op te bouwen is.
Ik vond dat die mooi terugkwam op mijn gezicht. Dus ik vond het echt een hele fijne highlight. Ik heb meer producten van zulke soort producten gehad. En ja, ik ben er vaak wel enthousiast over. Dus ook over deze. Dan heb ik een Lip Loving Overnight Lip Mask. En deze is van Catrice. Dit is zo'n lippenmasker die je aanbrengt in de nacht. Wat heel fijn is. Heeft de naam 010 Bedtime Beauty gekregen. Heeft een hele mooie roze substantie aan de binnenkant. Ja, ik denk niet dat zwart je heel erg veel helpt. Want je gaat het niet zien. Want hij is gewoon transparant op je huid. Ook op je lippen trouwens. Je brengt dit masker gewoon aan voor je gaat slapen. Laat het lekker intrekken. En de volgende dag heb je echt hele zachte lippen. Heeft ja, niet per se een hele lekkere geur. Maar hij doet wel echt zijn werk in de nacht. Ik ben iemand die momenteel echt last heeft van hele droge lippen. Dus ik vind dit soort producten gewoon altijd heel fijn. En ja, dit masker deed gewoon echt zijn werk. Omdat ik gewoon echt merkte dat de volgende dag mijn lippen zoveel zachter aanvoelden. Het is gewoon heerlijk dat zo'n product gewoon eigenlijk in de nacht zijn werk doet. Terwijl je eigenlijk daar niks van merkt omdat je slaapt. Dus het is echt een aanrader, dit overnight lip mask. Ja... Dan heb ik een trendeditie van Essence. Deze ligt op dit moment in de winkels. En dat is de Oh Happy Daisy collectie met alleen maar nagelproducten. Zo heb ik hier drie nagellakjes die ik fijn vond. Nou, die zien er zo uit. Kijk, dit zijn de nagellakjes. Ik heb hier een paars kleurtje. Deze heeft de naam Oh Daisy Darling gekregen. Dit is de nummer 4 overigens. Ze hebben een vrij basic kwastje waarmee je de nagellak prima kunt aanbrengen. Twee laagjes is voldoende om de dekking echt optimaal te krijgen. Heel fijn. Ze worden wel weer gegeven als long-lasting nagellakjes. Dat zijn ze dan weer niet, want ze chippen wel vrij snel. Ik moet echt wel zeggen, ik hou ze geen week goed. Maar dat ben ik op zich gewend van de Essence nagellak. Dus dat verbaast me op zich niet zo. Maar het zijn gewoon hele leuke kleurtjes die je wel een beetje in de zomervibes brengen. Dus dat is allereerst dit kleurtje. Dan heb ik ook de 01 You Made My Daisy. En dat is een oranje tintje. Het is een beetje een licht oranje tintje, maar wel lekker zomers vind ik zelf. En dan heb ik de roze en dat was denk ik toch wel echt mijn favoriet. En dit is de 03 Oopsie Daisy. En dat is dus deze, een mooie roze tint die echt heel mooi eruit ziet. Ik heb hier een blogpost over geschreven, want ik heb hier dus geen losse video over gemaakt, omdat ik dat met nagellak gewoon een beetje lastig vind. Ik zal de blogpost link wel even in de beschrijving zetten. Dan kun je eventjes alles rustig nog nalezen en ook bekijken hoe ze op de nagels eruit zien. En ja, voor als je daar interesse in hebt. Dat is dus deze. Ze hadden ook twee nagellak removers. Die heb ik ook allebei gekocht. En die vind ik ook heel fijn. Ik laat ze dicht zitten. Want het is verder gewoon een opening. Anders gaat het lekken. Ik heb hier allereerst deze variant. Ze hebben ook een naam gekregen. Dit is de 02 Loving Daisies. Het is een nagellak remover. Er staat eigenlijk bij dat je met een klein beetje je nagellak prima kunt verwijderen. Ik moet zeggen, ik vind wel dat je iets meer nodig hebt. Het is niet dat je met een heel klein beetje het echt allemaal wegkrijgt. Want dan moet je gewoon echt heel hard drukken. Dus iets meer aanbrengen op het watje is wel aan te raden. Maar ze hebben zo'n heerlijke bloemige geur. En dat vond ik zelf heel fijn. Ze ruiken dus heel erg lekker bloemig. En ze zijn vrij van aceton. Dat is een roze. Maar ze hebben ook een paarse. Dat is dus deze. Eigenlijk verder precies hetzelfde. Dit is de 01 Daisy's Dreaming. Maar gewoon die bloemengeur, die vond ik echt heel aangenaam. Dus als je echt op zoek bent naar een nagellak remover die niet zo heel erg naar remover ruikt. Die echt typische geur heeft. Zijn deze echt wel een aanrader. Want ze ruiken echt heerlijk. Dan heb ik een oogschaduwpalet van Catrice. Het is de Pure Nude Eyeshadow Palette. Dat is deze. Ik heb al vaker van dit soort palettes uitgeprobeerd. En ik vond deze er ook weer mooi uitzien. Ja, het is gewoon eigenlijk een nude paletje. Niks meer, niks minder. Je ziet eigenlijk al wel dat hij vrij goed gepigmenteerd is. Omdat hij best wel lelijk is geworden doordat ik erin gedipt heb.
zal even wat kleuren oppakken. Ze zijn een beetje creamy. Het zijn ook weer matte en shimmer kleuren. Maar de pigmentatie is echt heel erg goed. Dit zijn de kleuren die ik nu even heb opgepakt. En dan kun je zien dat de pigmentatie eigenlijk heel goed aanwezig is. Ik moet zeggen, nude moet je nog wel liggen. Want nude is een tijdje weg geweest. De laatste tijd zie ik het weer meer terugkomen bij make-up producten. Het is misschien niet heel spannend, maar als je gewoon voor een safe look wilt gaan, kan ik dit paletje echt wel aanraden. Omdat hij echt een hele goede pigmentatie heeft. En je kunt er ook echt wel verschillende nude looks mee creëren. Dus dat is echt wel heel erg fijn. Dan de laatste twee producten en dat zijn de Maxi Blushes van Essence uit de Lion King collectie. Hier komt overigens nog een video van online. Dit zijn dus twee blushes en wat ik zelf heel leuk vind, doordat je ze alle twee hebt, als je ze naast elkaar legt, matchen die staartjes en die worden een hartje. Dat vind ik wel heel erg leuk. Je hebt dus de Simba en de Nala variant. Ik heb hier allereerst de 01 en dat is de Remember Who You Are. Dat is deze, dat is dus de Simba. Ze zijn gewoon vegan. De binnenkant heeft een heel fijn spiegeltje. En dan is dit de blush. Er zit ook een afbeelding in van Simba, wat heel erg leuk is. En ik moet zeggen, ze zijn heel erg gepigmenteerd. Je hebt echt heel erg weinig nodig, want je krijgt met een blush-explosie op je gezicht als je er heel veel van oppakt. Dus deze heeft eigenlijk een wat donkerdere tint, zoals je kan zien. Maar heel fijn. En dan hebben we hier de Nala. Die heeft de naam 02 Can You Feel the Love Tonight gekregen. Ook zo leuk. Deze heeft dan net een iets donkerdere tint. Dus je kunt wel zien hè, het verschil. Ik zal hem eventjes oppakken voor de swatch. Ik heb ze hier geswatcht, Simba en Nala. Misschien lijkt de swatch niet zo intens, maar op het gezicht was het echt heel intens. En kan ik ook zeggen, ik had echt heel weinig nodig. Dus ja, ik was er wel heel enthousiast over dat ze zoveel pigmentatie hadden. Want dat had ik in eerste instantie niet verwacht. Maar ze zijn heel goed gepigmenteerd. En de verpakkingen zien er natuurlijk ook gewoon super schattig uit. Dan waren dit mijn favoriete producten van de maand juli. Het mandje is leeg, dus de producten van augustus kunnen er weer ingestopt worden. Ik ben eigenlijk wel benieuwd of jij al eens een van deze producten hebt getest. Of dat je naar aanleiding van deze video benieuwd bent geworden naar een van deze producten. Het kan natuurlijk zijn dat jij over een product heel anders denkt. Dat is ook altijd wel het leuke van het verschil van mensen. Dat de een iets fijn vindt en de ander misschien totaal niet. Ik hoop in ieder geval dat je het leuk vond om naar deze video te kijken. Ben je nieuw op mijn kanaal, kun je je gratis abonneren door op het rondje met mijn gezicht te drukken. Of op mijn kanaal zelf, er staat een rode button. Daarnaast staat een belletje en als je die aanklikt, krijg je die melding zodra er een nieuwe video online verschijnt. En hoef je niks meer te missen. Vond je deze video leuk, doe dan zeker even je duimpje omhoog. Voor nu wil ik je in ieder geval heel erg bedanken voor het kijken en hoop ik je bij een volgende video te mogen zien. Doei!